Het is gelukt! Het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt. Ik kan hier zo niet tegen. Goedemorgen, het is vandaag zondag en zoals je kunt zien is dat ik in een trein zit. Ik ben mijn vlog vandaag iets anders gestart dan normaal, want ik was vanochtend heel erg aan het haasten. Want het is nu 8 uur en ik ben onderweg naar Schiphol, want ik ga samen met Jami op vakantie. En we hebben allebei geen idee waar we naartoe gaan. Ik heb gewoon mijn koffer ingepakt en daar warme kleding in gedaan en ook gewoon kleding voor als de zon schijnt. Want Jami en ik gaan een last minute vakantie boeken op Schiphol zelf, dus dan gaan we naar Schiphol toe en dan gaan we naar een loket waar je dus last minute vakanties kunt boeken. En dan gaan we gewoon vragen van wat is er nog beschikbaar en welke stedentrips kunnen we maken. En dan gaan we daar naartoe. Dus het is voor ons een destination unknown, maar ik heb er wel heel erg veel zin in. En ik ga jullie ook meenemen op deze reis. Dus ja, ik ga even wat eten trouwens. Ik heb net appeltjes gehaald en een krentenbol met kaas. Dus dat ga ik nu opeten en dan ben ik over ongeveer een uurtje op Schiphol. En dan gaan we op vakantie. En het is trouwens een van de weinige keren dat ik in de trein zit. Dus dat is wel even wennen, maar ik vind het op zich wel prima zo. Ik ben net aangekomen op Schiphol en ik heb Jami ook gemiet. Oh ja, we gaan op vakantie. Ja, ik weet alleen nog niet waarheen. Nee, dat is dus een beetje een struggle. Ja, dus we gaan nu gewoon even kijken, want we waren net ook nog naar Bali's gegaan. Maar ze zegt van ja, je kan gewoon beter online kijken. Ja, dus nu gaan we online kijken. Online kijken. Dus, ja. En in de hoop dat we wat vinden, want dat is best wel lastig. Ja, het is een beetje stom alleen. Ik heb gewoon de bestemming overal. Oké, wacht, ik ga ook even op mijn laptop kijken. Het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt. We gaan naar Milaan. En nu zijn we een hotelletje aan het uitzoeken. Ik wil wel echt in het centrum. Dat vind ik wel echt, dat vind ik echt een belangrijk ding. Ja. We gaan even wat eten. Ik heb hier een salade. Je kan echt van alles en nog wat bij elkaar in een bakje doen. Jam heeft hem ook helemaal vol. Ja, inderdaad is het genoeg van beide. Ik heb daarbij ook een sapje genomen. Lekkere verse chouderant. Dat is een beetje gewoon. Ja, ik weet alleen niet waar de dinges is. Dit is ook wel lekker, denk ik. Ja, ik wil het heel lekker. Zo, een beetje wortel. Meneer, hebben jullie ook dressing? Ja, we hebben olie en azijn normaal gesproken straks. Maar... dat zou wel goed zijn. Nou, daar zitten we dan. Lekker eten. En we konden nog niet inchecken, dat kan pas om 5 voor 3. Dus Jami en ik moeten nu nog heel even voor de douane gaan wachten. Maar dat is niet erg, want we hebben onze laptops mee, we hebben eten. Dus we kunnen ons prima van maken. Eten goed gemaakt. Eten sowieso goed gemaakt. En dan rond een uurtje op 3 gaan we dus die kant op. Het is nu... laat is het? Oh, wacht, ik heb horloge om. Het is nu 5 over half 12. Dus over 3 uurtjes die kant op. Lekker eten. Oh my god. En pasta. Gewoon even in de Italiaanse sfeer. Ja, en ik gaan echt iets superleuks doen. We moeten namelijk een beetje tijd doden aangezien we pas om 3 uur kunnen inchecken. We gaan een livestream doen. Maar ik moet heel snel wat installeren. We gaan over 2 minuten live. Dus ik ga even kijken. Livestreamen lukt niet helemaal. Het gaat echt helemaal mis. Live control room. Want we proberen dus het scherm live te krijgen, maar dat wil niet helemaal werken. We gaan boarden. Ik ben echt kapot. Ja, dat is echt maar 2,5 uur vliegen. Dus al die mensen die op de reis zijn echt net aangekomen of zo. Echt. We zitten hier 6 uur al, maar we hebben er wel heel veel zin in om lekker naar Milaan te gaan. We zijn in Milaan! Yay! Yay! We staan nu buiten bij de taxis te wachten. Ja, bestel een Uber, hè? Ja, denk ik wel. Even kijken. Het is wel makkelijk gewoon een Ubertje bestellen. En dan kunnen we zo naar het hotel, want wij zijn nu denk ik, hoe heet het hier nou? Nou, ik kom niet meer op die naam. Maar in ieder geval, het is een klein stukje rijden naar ons hotel. En ons hotel zit wel midden in het centrum, dus dat scheelt wel weer als we morgen de stad in willen. Heb jij Uber of niet? Ja, ik heb een Uber. Ik heb 1%. Oké, dan ga ik het via mijn telefoon nu een Uber bestellen. We zijn aangekomen aangekomen bij ons hotel. En we zijn super blij, want we waren allebei echt kapot van de reis. We hebben echt zo lekker geslapen in het vliegtuig. Ja, we hebben wel echt goed geslapen. Oh. Allebei. En Jamie op een gegeven moment keek ik links van me. Toen zag ik Jamie met haar mondje open zo. Echt? Ja, het was zo schattig. Je sliep echt als een babytje naast me. Heb je trouwens even, misschien ook een probleem dat als je slaapt dat je verkwelt? Ja, heb ik wel eens. Vooral in de auto. Dan denk ik op een gegeven moment, oh shit, en dan word je wakker en dan hoor je zo. Ja, dan zit ik zo en dan word ik wakker en dan zie je gewoon helemaal mijn hand. I know, ik ken het. Maar in ieder geval, ik ga jullie even de hotelkamer laten zien. Want we zijn net ingecheckt en het is hier echt super mooi. Wij hadden een upgrade gekregen, gratis. Ja, super. Geen idee waarom, maar dat is heel erg fijn. Want ja, we hebben nu echt een hele ruime kamer. Bureautje erbij. Wacht, ik ga het gewoon even goed laten zien. Vanaf de entree. Want het is echt een tophotel voor weinig geld. We zitten hier volgens mij voor 3 nachten. 4 maar normaal hadden we geluk. Normaal 4 dagen. Ja, dus normaal 750. En nu hebben we dus een korting omdat we last minute hadden geboekt. Ja, dat is wel chill. Voor 350 of zo. Ja. 2 personen. En dan 4 dagen midden in het centrum. 346,90 €. Nou, moet je nagaan. Dat is toch een goede deal. Ja. Oké, nou goed. Dit is de badkamer. Super chill, we hebben een bad. Dat is altijd goed. Ik weet niet of we er tijd voor gaan hebben om erin te zitten. Maar het is altijd fijn om erin te hebben. Je hebt hier ook zo'n... Hoe heet zo'n ding? Dat heb je ook altijd in Frankrijk. Dat je je reet kan wassen. Jamie, hoe heet dat? Wat? Een kontwasser. Kontwasser noem ik het altijd. Ik weet echt niet wat... Ja, je kan ook je voeten erin wassen, denk ik. Ik weet het niet. Maar hier is de wc. Lekker interessant. Kastje waar we ons... Oh, en een badjas. Er is ook een spa eigenlijk. Ik denk het wel. Dit is het slaapgedeelte. Het slaapgedeelte. We hebben 2 aparte bedden, dus dat is wel fijn. Dan kan Jamie niet tegen me aankruipen vannacht. Tegen me aankruipen. Ik slaap, dus dan, ja, jij maakt echt geluid altijd als je slaapt. Hoor. Ook toen je bij mij kwam logeren. Sorry. Hier gaan we 's ochtends gezellig met z'n 2 werken. Nee, gewoon televisie. We doen alsof we eigenlijk heel erg gelukkig met elkaar zijn, maar we werken alleen met elkaar. Ja, wij zijn gewoon workpartners en nothing more, nothing less. Nee, gewoon, we gaan het doen alsof het allemaal leuk is hier, maar we gaan alleen maar werken. En als de camera weg is, dan is het laptop bij. Oké, werk. Nee, dat valt echt wel mee. We gaan nu echt gewoon genieten. Daar hebben we echt zin in. Ja, ik ook. Echt leuk. We gaan zo even een beetje de stad verkennen, want het is nu... Het is nu 20:15. Ja, 20:15. Dus we hebben nog wel even de tijd. Kunnen ook even wat eten ergens. En ik zie er echt helemaal crappy uit, dus ik ga zo even wat anders aantrekken. Maar in ieder geval, dit is dus de hotelkamer. Ik moet naar de wc, maar ik vind het super awkward. Want als jij vlogt, zeg maar, dan ben ik echt makkelijk naar de wc zitten. Nee, ik doe de vlog dan uit. Maar ik wilde alleen nog even die spiegels laten zien. Helemaal, wat was het voor geluid in je vlog? Nee, ik zal het niet filmen. Nee, maar het is echt super chill. Want we hebben dus een hele grote spiegel hier en daar. Ja, dus Jamie zei al, we gaan echt heel veel leuke selfies hier kunnen maken. Ja. Dus. Wat is het uitzicht? Oh ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Oh. Huh, wat is er met het raam? Oh, dat is zo'n sticker. Nou ja, dit is het uitzicht, jongens. Het hotel tegenover. Het ziet er heel spannend uit allemaal. Yo, dit ziet er heel vies uit, maar dat is dus zo'n ramensticker. Ja. Dat is waarschijnlijk een design of zo, I don't know. We hebben onszelf net even opgefrist. En nu zijn we aan het kijken waar we straks gaan eten. Want het is alweer bijna 9 uur. Ja. Dus we moeten snel wat gaan bedenken. Dus Jamie heeft alvast wat routes uitgestippeld. Ja, Brera, dat is de bekendste wijk. Maar ik zit te kijken waar die zit. Ik zie hem niet. We zitten nu hier, vlakbij Centraal Station. We zitten nu in de taxi onderweg naar Duomo. Dat is een grote kathedraal. Die kennen jullie allemaal, denk ik wel. Dat is volgens mij de bekendste spot van heel Milaan. En onze taxichauffeur die kan niet zo heel goed Engels praten, maar het is wel heel erg schattig, want hij probeert steeds echt zijn best te doen. En dan zeggen we van, ja, ik kom uit Amsterdam, zegt hij, je te prospella, Ik vind het echt zo leuk, Italiaans. Ik vind zeg maar Frans en Spaans vind ik hele mooie talen, maar Italiaans wil ik ook wel echt wat hebben. Dus ik luister er graag naar. Ja, maar dat is wat je doet hier. Hoor maar. We zijn er bij Duomo, de prachtige kathedraal. En het is nu dus 's avonds, dus de lampjes schijnen. Wacht, ik ga het even goed laten zien. En het is echt immens groot hier. Wij dachten, nou, Milaan is volgens mij best wel klein, maar het is zo groot. Echt heel mooi. En daar hoor je muziek, dus daar heb je waarschijnlijk gewoon tentjes waar je wat kan drinken. En ja, wij moeten nu dus op zoek gaan naar een leuk restaurantje hier. Het is zo mooi. Ja, ik vind het echt zo zwaar. We hebben een restaurantje gevonden. Bistro Milano Duomo. Geen idee of dat de naam is van het restaurant, maar het ziet er in ieder geval zo uit. En het is bij de Duomo in de buurt. Oké, we zijn uiteindelijk naar een ander restaurant gegaan, want het restaurant van net was dus dicht. Want er is vandaag een speciale dag of zo, dat iedereen vrij neemt. Ik weet niet precies wat het was, maar het is een nationale dag. En nu zitten we bij een restaurantje om de hoek. Maar ik had net pasta besteld met prawns, dus met garnalen, toch? Nou, dus ik verwachtte gewoon kleine garnaaltjes op mijn bord, want dat kan ik gewoon eten, dat vind ik lekker. Maar toen kwam mijn bord aan, dus dit zeg maar, met stukjes tomaat. En dit lag er bovenop. En ik kan hier zo niet tegen. Ik vind het echt heel heftig. Als ik gewoon een... Zo, ik weet niet. Ik kan er gewoon niet tegen. Dat is echt heel erg. Ik zei tegen Jamie, ik kon wel janken toen ik het aan zag komen. Het ziet er heel erg uit. Dus ik heb het eraf gehaald en nu ga ik dit dan opeten. En dit zijn dan gewoon kleine stukjes garnaal. Wanneer je in Italië bent, moet je uiteraard een lekkere tiramisu eten als toetje. Super slecht, maar Jamie en ik gaan morgen sporten in de gym. Dus we gaan even lekker die calorietjes eraf trainen morgen. Och, dit is zo lekker. Ik hou echt van tiramisu. Hier kan je mijn voorbakker maken, serieus. We gaan weer terug naar het hotel. Gaan we deze pakken? Ja, prima. Het is nu 12 uur 's nachts en Jamie en ik zijn net terug op de hotelkamer. Ik heb gelijk even gedoucht, mijn make-up eraf gehaald en mijn pyjamaatje aangetrokken. En wij gaan zo meteen slapen. Jamie is nog even een video aan het editen en ik ga zo meteen denk ik ook nog... Als je stopcontact hebt inderdaad. En ik ga zo meteen ook een video een stukje editen. Dus ja, dat is onze planning voor nu. En dan daarna gaan we gewoon gelijk even slapen. Want morgenochtend willen we vroeg gaan sporten. Daarna gaan we waarschijnlijk musea bezoeken. Want morgen is het niet de mooiste dag van de dagen dat we hier zijn. Dus dan is dat wel denk ik een goed plan. We moeten even kijken. Mij maakt het echt niet uit. Mij ook niet. We gaan gewoon YOLO. Ik heb trouwens echt een enorme pukkel op mijn voorhoofd. Oh wacht, hij is net niet te zien op camera. Hij zit hier ergens. Ik weet niet waar die ineens vandaan kwam. Maar goed, we moeten er maar even mee dealen. Ik ga de vlog nu dus afsluiten. En volgens mij is dit best wel een lange vlog geworden uiteindelijk. Maar morgen en overmorgen en die dag daarna, dus 3 dagen nog, zijn we in Milaan. En Jamie vlogt ook. Tenminste, vandaag heeft ze niet gevlogd, maar morgen en overmorgen wel, toch Jam? Ja. Dus dat wordt dubbel pret. En ik vind het echt hartstikke leuk om hier met haar te zijn. En we gaan heel veel leuke dingen doen. Ja, het is echt heel leuk. En dit bed ligt trouwens echt super lekker. Dus ik weet zeker dat we ook heel goed gaan slapen. Dus nou ja, goed. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe dan je duimpjes omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie... Nee, jullie zien mij gewoon morgen weer terug in een nieuwe video. En Jamie ook. Doei, bedankt voor het kijken. Vergeet de duimpje omhoog te abonneren. En... Bye bye. Doei.